De grote vergaderzaal van de Tweede Kamer is nu helemaal leeg. Want de Kamerleden zijn vanochtend om 2:30 pas naar ellenlange stemmingen met reces gegaan. In september komen ze weer terug. Het geeft ons de tijd en de gelegenheid om eens even te kijken wat er het afgelopen jaar nou allemaal is gebeurd en wat er voor het komende jaar in het vat zit. De vicepremier Lodewijk Asscher zei vandaag op de persconferentie tegen de media dat het een bewogen jaar is geweest afgelopen jaar. Nou, daar had hij zeker gelijk in. Het gaat goed met Nederland. De economie is weer aangetrokken, daar heeft hij gelijk in. Tegelijkertijd gaat het buiten Nederland helemaal niet zo goed. Veel onzekerheden. Kijk bijvoorbeeld naar de Brexit. Het Nederlands voorzitterschap verliep positief. Ging eigenlijk goed. De asielcrisis werd het hoofd geboden. Maar net op het laatste moment die Brexit en alle onzekerheid die dat met zich meebrengt. Ja, dat is natuurlijk een tragisch einde van het Nederlands voorzitterschap. Maar het kabinet klopt zichzelf toch wel op de borst. Want ze zitten er nog steeds, ondanks alle tegenslag van de afgelopen jaren. Hier achter mij op het ministerie van Algemene Zaken is de Trevorzaal. Dat is de plek waar normaal gesproken ministers en staatssecretarissen elke week bijeenkomen om de stand van het land te bespreken en besluiten te nemen. Nou, dat gebeurt nu ook een maand niet, want ook zij gaan op vakantie. En als ze straks weer terug zijn, half augustus zal dat zijn, dan gaan ze overleggen over de begroting voor komend jaar. En dat zijn dan alle plannen die er het komende jaar over Nederland worden uitgestort. Nou, de verwachting is dat ze daar snel klaar mee zijn, want iedereen in Den Haag ziet ook wel dat het kabinet is uitgeregeerd. De belangrijkste maatregelen zijn genomen, de belangrijkste plannen zijn door het parlement. En het is nu tijd voor eigenlijk verkiezingen. En dat komt goed uit, want die zijn op 15 maart 2017. De verwachting is dan ook dat Prinsjesdag, de algemene beschouwingen en eigenlijk het komende half jaar na de zomer niet zozeer meer gaan over wat dit kabinet nog met Nederland wil, maar wat het volgende kabinet moet gaan doen.